van de buitenwereld afgesloten. Wie blijft er als laatste achter? Het experiment. Wim Oosterling, Anke Bukings. Dus is er een kleine protestactie losgebarsten in het experiment? Het zijn voeten eigenlijk, grote protestactie. Een protestactie, vertel. Ja, omdat we het nu wel doorhebben wat er gebeurd is. Ah, ja, dus natuurlijk. De eerste dag mochten we aanduiden wie er met min 10 punten zou beginnen. Wij, alle twee heel sportief, nemen die verliespunten op ons. Gestemd. Hè? Ja. Wat gebeurt er? Winnen, echt waar, het zal weer geen vrouw zijn. Zegt mij een mes in de rug en zegt, oh, min 10 voor Sven. Dus dat wil zeggen dat Sven met min 20 begint. Met min 20 punten is gestart. En dan een beetje zeveren over, ja, over de verdiende. De winnaar van het experiment. De winnaar van het experiment. Echt waar. Menol. Zeg bij deze. Cornelis en Rogier zijn op zoek naar een sidekick. Dat is geen leugen. Vacature is nu open. Ja. Het is de waarheid. En inschrijven op www.qmusic.be. Nee, dat zullen ze nog niet toelaten natuurlijk. Twitter even naar @Kurt_Rogiers of @Sven_Cornelis. Zoals dat we lezen als we eruit komen. Beste lieve Sven en beste lieve Kurt. Lieve. Oppassen met de conclusies trekken, want misschien kloppen jullie conclusies niet helemaal. Ja, misschien is het niet helemaal juist wat jullie concluderen. Ja, ja. Omdat jullie misschien een beetje verward zijn en iets te lang al vastzitten op die vreemde plek van het experiment. Het experiment.